Wat? Volg nu een toespraak van de voorzitter van de Vereniging voor Mensen met een Spraakgebrek. Met een spraakgebrek. Geachte spraakgebrek, vrienden en vriendinnen. Van harte welkom bij deze 15e jaarvergadering van de Vereniging voor Mensen met een Spraakgebrek. En dan nu geen overstand te beginnen met het woord. En een penningmeester en die zal de jaarcijfers bekendmaken. 1225, 18.333 en tot slot 12. Dus nog nooit geweest in Engeland. En ik zou er gaan auto rijden. Dus ben ik hier alvast maar gaan oefenen. Maar ja, in Engeland rijden ze links. Theo, moet je eens kijken. Ja, ja, wat is het? Ik heb nieuwe lenzen gekocht. Kijk nou, hij heeft weer wat. Zie je niks aan ze? Op de grond gekocht. Nee. De oerwouden van Zuid-China worden overwoeken door gigantische cactussen. Het spreekt voor zich dat de dieren zich daaraan moeten aanpassen. Zo ook de Zuid-Chinese fakiraap. Aanpassen? Hoezo? Gewoon een beetje voorzichtig lopen. Dat is al voldoende. Zie je wel, het valt reuze mee. Gewoon dank je. Het is gewoon. Jawel, lieve kijkers. Hugo heeft reeds een nieuwe hobby. Op aanraden van de bedrijfspsycholoog ga ik mij in de toekomst geheel en al werpen op het kweken van het Zuid-Aziatische bonsai-boompje. Goed voor hart en bloedvaten en weldaad voor geest en lichaam. Een weldaad voor het hele gezin. Japanners zijn er dol op. Dan moet ik er alleen nog achter zien te komen wat een bonsai-boompje is. Geef mij maar een bonzo-boompje. Helaas werden de beroemde paardenrennen van Ascot dit jaar gehouden in de stromende regen. Desondanks toonden de aanwezige dames weer een grote fantasie waar het de hoeden betrof. Tal van oogverblindende creaties passeerden de revue. Lady Hamilton. Lady Kensington. Lady Kant. En natuurlijk Hare Majesteit de Koningin Elisabeth van Engeland. Met een uitbundige creatie van een bijzondere hoed. Het is geen gezicht. Verkeersdrempels. En dan volgt nu het Jungle TV nieuws. Goedenavond. Sport. Watersurfers klagen er steeds meer over dat Nederland te klein voor ze is. We hebben er lang voor gestreden,
Maar eindelijk is het al zover. De gereformeerde vrouwen van Staphorst mogen nu ook op zondag zwemmen. De Consumentenbond heeft skipakken getest. In de categorie isolerend en kouweren gooide één merk zeer hoge ogen. Maar bleek op andere punten minder goed te scoren. Ook moet het pak waterdicht zijn. Ook hier bleek één merk er positief uit te springen. En tot slot, volgens Veilig Verkeer Nederland deugt er niets van de verplichte jaarlijkse APK-keuring. Heel veel auto's blijken ten onrechte door de keuring heen te komen. Ja, je wilt de boel toch een beetje netjes achterlaten. Oude zee, heerlijk. Jongens, wel voorzichtig zijn hoor, want ik heb in de reisgids gelezen dat je erg voorzichtig moest zijn met het drinkwater. Oh ja? Hoezo? Voor de 37e keer werd afgelopen weekende in de Amsterdamse Rai onder grote belangstelling de autorij gehouden. Veel bezoekers wisten de weg naar het expositiecomplex te vinden. Het was een drukte van belang. Met name de nieuwe truc waarmee DAF haar comeback hoopt te maken, trok vele belangstellenden. Zo, dit is een mooi bakkie. Ja, het is best een aardig bakkie. Hoeveel kaartjes heeft hij nou eigenlijk? 15. Zo. Zou dat kosten, zo'n karretje? Door de verstevigde laadbak en de extra brede wielen vond deze vrachtwagen gretig aftrek. Hoewel niet iedereen er even blij mee was. Jij koopt geen vrachtwagen! Jij koopt geen vrachtwagen! Ook de jonge bezoekers hadden het reuze naar de zin. Papa, papa, mag ik deze? Mag ik deze, papa? Toch waren er ook dit jaar modellen die de goedkeuring van de consument niet konden wegdragen. Ik haat sportwagen. En zeker rode sportwagens. En dit wordt het eerste Zuid-Aziatische bonsaiboompje in de vorm van een Oost-Europese gnoe. Ja, dat harken op de kleine oppervlakte heb ik al aardig onder de knie. Hè? Ik lijk Erik Hulzebos wel. Het is onverstaanbaar goed. Net zoals deze aflevering van Jungle TV vindt u ook niet. Maar ja, aan alles komt een eind. Gelukkig. Tot de volgende keer. Dag. De schildpad legt zijn eieren in het zand. Na enige maanden al verschijnt het kleine schildpaddenhoofdje boven de grond. En als de kleine schildpadje zich na veel moeite en inspanning uit hun ei hebben bevrijd, schrijven ze zich meteen in voor Parijs-Dakar. Die houdt van het Zwitserse lied. Hoelie, hoelie, o, hoelie, hoelie, o. Die zingt al wanneer die een ijswagen ziet. Hoelie, hoelie, o, hoelie. Maar ik kan u verhalen dat bergen en dalen zijn niet te betalen met goud. Daar slik je geen pillen, al zou je het willen. Daar gaan de bacillen nog al.
Ja, skiën, dat is toch zo reuze fijn. Met skiën bewaar je de slanke lijn. Wanneer je voor het eerst op de latten staat, dan weet je niet wat voor figuur op je slaat. Ja, skiën, dat is toch zo'n fijne sport, waar iedereen stapel verliefd op wordt. En kom ik nog eens in de nood, na, dan skiskasko ski ik me dood. 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 Het was hier fantastisch de afgelopen maanden en Maya en Willy wordt...